Het geslacht van Garderen. Een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Barend de Graaf. Vandaag hoort u het 15e deel. Gonda. Bas Hendrik. Er is net een meneer voor u geweest. Een meneer voor mij? Ja, hij moest u nodig spreken, zei hij. Ik zei dat u naar de molenaar was. Je wist toch dat ik elk ogenblik terug kon komen? Dat heb ik ook gezegd, maar hij wilde niet wachten. Hij heeft wat op een papier geschreven. Waar is dat papier? Het ligt op de onderste plank, daar bij die broden. Dan heb je het zeker eerst zelf gelezen, hè? Hoe kan dat nou? Ik kan niet eens lezen. Oh, nou, dan is het goed. Ga jij maar zo lang naar de bakkerij en haal de oven uit. Ja, Bas. Ik kom je dan zo wel helpen. Goed, Bas. Dit komt van je oom Hermen van Garderen. Er is een wonder gebeurd. Je zult zelf wel kunnen zien dat ik je vader kan maken en breken. Ik wil dit eerst met jou bespreken. Kom vanmiddag naar mijn huis aan het hof, oom Hermen. Dat ik je vader kan maken en breken. Wat moet ik daarmee? Moet ik nou gaan of niet? Ik zou het niet weten. Dag, oom Hermen. Dag, Hendrik. Kom binnen. Je hebt mijn boodschap ontvangen, zie ik. Ja. Ik ben blij dat je gekomen bent, Hendrik. Ga zitten. Je hoeft niet zo sip te kijken. Ik kijk niet sip, maar ik ben op mijn hoede. Ik ben gewaarschuwd dat ik met u erg voorzichtig moest zijn. Dat hoef je niet meer, mijn jongen. Gisteren zou ik nog een gevaarlijk mens geweest zijn. Speciaal voor je vader. Maar nu niet meer. Ik begrijp u niet. Ik heb een mens ontmoet die op het smalle pad naar de hemel wandelt. Zij heeft mij van mijn plannen teruggehouden. Ik zou je vader sparen. Mijn vader is zijn hele leven lang een eerlijk en hardwerkend mens geweest. Hij staat nu voor de poort van de eeuwigheid. Hoe kunt u dan spreken van, ik zal hem sparen? Ik wil met je praten, Hendrik. Als het tenminste met je te praten valt. En daartoe moet jij nu eerst even je mond houden. En luisteren naar wat ik je te vertellen heb. Ben je daartoe bereid? Gaat uw gang. Vertel me eerst nog eens even, wat weet jij van het testament? Van welk testament? Van het testament van Germui, waardoor jouw vader onder andere eigenaar is geworden van Huize de Bunt en waardoor hij schatrijk is geworden. Daar weet ik niets van, in zoverre. Ik weet wel iets van een erfenis van vroeger, maar dat mijn vader daardoor een schatrijk man zou zijn geworden, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Nou, luister dan naar mijn verhaal. Jaren geleden, toen mijn vrouw Lena nog leefde, jouw tante, woonde er op Huize de Bunt een oud-tante van jouw vader en zijn zuster Lena. Gerre van Overbeel, of wel Germui. Ze was een zeer vermogende vrouw. En toen ze het einde van haar leven naderbij zag komen, wilde ze graag familie om zich heen hebben. En aangezien mijn vrouw Lena, destijds nog mijn verloofde, een dochter was van haar leven. Ik ben er dus altijd van overtuigd geweest, Hendrik, dat dat testament vervalst was. Het kon eenvoudig niet dat Germui haar nicht Lena, op wie ze zo gesteld was, buiten de erfenis gelaten zou hebben. Maar het oorspronkelijke testament
waren niet uitsluitend jouw vader, maar jouw vader en je tante Lena werden benoemd, is nooit gevonden. Totdat... Alsjeblieft. Lees maar eens met me mee. Kortom, al wat ik nalaat, vermaak ik aan mijn waarde neef Antonie van Roekel en mijn lieve nicht Lena van Roekel. Kinderen van mijn overleden nicht, Cobette van Roekel, geboren van Liest. Hoe komt u aan dit testament? Herinner je je dat vorig jaar notaris Mellaert door het ijs is gezakt? Ja. Hij moet dat testament toen bij zich gehad hebben. Zijn hele leven heeft hij geleden onder het bedrog dat hij heeft gepleegd. Kortom, het testament is gevonden in de lek nabij aan mijne. En is mij gisteren ter hand gesteld. Je begrijpt wat er in mij om is gegaan. En gisteren was ik nog vervuld van wraakgevoelens. Waarom nu dan niet meer? Omdat ik een kind van de Heer heb ontmoet. Dat ik me nu aan haar gewonnen geef en je vader wil vergeven, dat is eigenlijk niets voor mij. Maar toch is het een feit. En dat wonder heeft zij bereikt. En daarom heb ik met jou willen spreken. Het duizelt me om. Ik zal morgen met u meegaan naar Utrecht, naar notaris van der Made. Ik kan dit niet geloven. Ik kan dit niet begrijpen. Mijn vader, als iemand de wereld verzaakt heeft, dan hij. Luister, Hendrik. Nee, ik wil nu niets meer horen. Morgen praten we verder. Blijf kalm, jongen. Laten we de zaak rustig bepraten. Ik kan niet rustig meer praten. Ik ga. Dag, oom. Jongen, ik had gisteren het een en ander te verwerken. Maar dat jong mens niet minder. Ik had je vader nog nooit zo gezien. Hij was helemaal buiten zichzelf. Maar het is voor hem natuurlijk ook een enorme gebeurtenis. Voor jou niet? Voor mij? Hoezo? Nou, dat is nogal duidelijk. Als ik het goed begrepen heb, is je vader op slag schatrijk geworden. En omdat mijn vader dat geworden is, ben ik dat in zekere zin ook, wilde je zeggen. Ja, zo ongeveer wel, ja. Laat ik je dan zeggen dat dit alles volkomen langs me heen gaat, Tine. Ik vind het natuurlijk wel geweldig voor mijn vader en ik leef al met hem mee. Maar voor mezelf, het interesseert me nagenoeg niets al dat geld. Het werk dat op me wacht, dat is voor mij verreweg het belangrijkste. Heb je er nog lang met je vader over gepraat? Tja, tot diep in de nacht. En wat gaat hij nou doen? Hij gaat, geloof ik, praten met de zoon van zijn zwager. Die neemt toch al de meeste zaken voor zijn vader waar. Ik hoop dat hij die wraakgevoelens dan kwijt is. Hij wil zoon Hendrik de zaak eerst goed duidelijk maken, want die weet er hoogstwaarschijnlijk niets van af. En ja, wat er dan gebeurt. Ik hoop nu maar dat er met die Hendrik beter te praten valt dan met diens vader. Ja, dat moeten we maar afwachten. Zeg maar, reed je nou niet verkeerd? Moet je hier niet rechtsaf? Nee, ik moet eerst de brug over de achtergracht nog over. En dan pas rechtsaf. Oh ja, nou zie ik. Zo, en nu rechtsaf? Oh, je hebt alweer gelijk. Maar kijk eens wie eraan komt. Is dat Frits Brunesse niet? Ja, hou eens even in. Dag Frits.
Kijk eens aan, kijk eens aan. Wie hebben we daar? Dag, Frits. De jonge dominee en zijn gade. Je loopt nu wel behoorlijk op de tijd vooruit, Frits. Maar vertel eens, hoe is het met je vader? Oh, die treurt. Wat zeg je nu? Ja, die treurt vreselijk. Hij heeft een tijdje geleden zijn dochter verloren, weet je. En die slag komt hij niet meer te boven, als je het mij vraagt. Toe, Frits, wees serieus. Oh, ik ben serieus, Dine. Ik zou maar eens naar hem toe gaan als ik jou was. Dat zal ik zeker doen. Maar wanneer heb jij hem voor het laatst gesproken? Eens even kijken. Wanneer had ik voor het laatst geld nodig? Oh ja, ja, dat was eergisteren. En toen was het goed met hem? Hij treurt, zei ik je toch al. Toe, Frits. Trouwens, hij niet alleen, hoor. Het hele personeel op huize Ippenburg met hem. Nou, dan weet ik tenminste zeker dat je overdrijft. En hoe gaat het met jou? Uitstekend, uitstekend. Ben jij op weg naar de familie Dijk, Hermen? Ik ga even naar mijn kamer, ja. Hoe dat zo? Ik kom er juist vandaan. Oh, een vrolijke boel. Maar kom, ik heb nog het een en ander te regelen. Luidjes, nog veel plezier samen en we ontmoeten elkaar nog wel eens een keer. Au revoir. Dag, Frits. Dag, Frits. Die verandert nooit. Altijd die gespeelde scherts. Ik kan er anders maar zelden om lachen. Nou, dat bedoel ik juist. Lijkt wel alsof hij alweer op uit is om iemand te kwetsen of onzeker te maken. Wat zou die bij de familie Dijk te maken hebben? Geen idee. Misschien heeft hij een andere kamer nodig. Zo, wat doe jij, Dine? Blijf je in de sjees? Ik ben zo terug, hoor. Ik loop wel even met je mee. Dan zeg ik mevrouw Dijk en Gonda even goeiedag. Dag, Gonda. Hey, dag, Herman. Zeg, ik loop even door naar mijn kamer om het restant van mijn boeken op te halen. Je bent je weg. Dag, Gonda. Zo, juffrouw. Ik heet toch Dine? Is je moeder dan niet? Nee, die is boodschappen doen. Moest u er hebben? Oh, niet bepaald. Ach, maar ik wilde er even groeten. Zeg, was Frits Brunesse zo even hier? Frits? Hoe weet u dat? We kwamen hem tegen. Ken je Frits? Of ik hem ken. Waar ken je hem dan van? Oh, ik werk voor hem. Werk je voor hem? Ja, ik werk een paar avonden in de week in de sociëteit De Egel. Nooit van gehoord. Nee, zoiets komt u natuurlijk niet te weten. Maar wat is dat dan voor een sociëteit? Gewoon, waar studenten samenkomen. Oh, het is er wel leuk, hoor. Er is altijd wel iets te doen. Wat is er met je, Gonda? Hoezo? Wat zou er moeten zijn? Je bent zo gespannen. Wat is er met je gebeurd? Wat er met mij gebeurd is? Waarom wil je dat weten? Ik vind je zo veranderd. Er is met mij van alles gebeurd. Daar? In die sociëteit? Oh, het is er altijd heel leuk en heel gezellig. Ik heb er ook heel wat geleerd. Heeft dat allemaal met Frits te maken? Ja, met Frits. U hoeft geen kwaad van hem te denken, hoor. Hij is niet beter of niet slechter dan wie ook. Ook niet als die mooie vriend van jou. Wat bedoel je? Zo, ik ben klaar. Ga je mee, Dine? Ja, ik kom zo. Ga jij maar alvast naar het rijtuig. Goed. Dag, Gonda. Dag. Wat bedoel je zo even met die mooie vriend van je, Gonda? Niets. Vooruit, zeg op. Ik bedoelde niets. Echt niets. Als alle mannen zo waren als Herman, dan... Wat dan? Nou ja, dan nog niks. Maar kom, ik moet nodig aan het werk. Zeg, Gonda, ik wil me echt helemaal niet bij je opdringen, hoor. Maar als jij in moeilijkheden zit, echt in moeilijkheden, dan kun je altijd bij me terecht, hoor. Ik woon in Vreeswijk en
Iedereen kan je daar vertellen waar ik mijn bewaarschool heb. U bent lief, maar laat hem me nu niet langer wachten. Doe je het? Ik dok mijn eigen wondjes wel. Het beste met u. Dag, Gonda. Zo, daar ben ik. Was er iets met Gonda? Ik weet het niet. Ik kreeg wel een beetje de indruk. Maar kom, laten we maar gauw teruggaan. Ik ben benieuwd hoe het vanmorgen met je vader is gegaan, bij je neef Hendrik. Gonda! Heten jullie nou al terug? Ja, we zijn al terug. Hoe ver ben jij met het eten? Ik had jullie zo vroeg nog niet verwacht. Ik wilde juist met de aardappels beginnen. Nou, wat heb ik je gezegd? Ze moet nog aan de aardappels beginnen. Wat heb jij in vredesnaam de hele middag uitgevoerd? Ik heb de keuken in de gang gedweld en ik heb bezoek gehad. Bezoek? Van wie? Van meneer Van Garderen en zijn verloofde. Van Garderen? Wat kwam die doen? Hij kwam boeken halen die er nog stonden. En heb jij die zomaar weg laten halen? Ja, natuurlijk. Stommeling die je bent. Kom, kom, vrouw. Ja, neem jij het maar voor dat wicht op. Maar die Van Garderen moet toch zeker huur betalen voor die boeken die hier al die tijd gestaan kom, hebben? Kom, vrouw, maak het een beetje. Ja, ja, jij hebt makkelijk praten. Maar ik moet zorgen dat we het hoofd boven water houden. Ik krijg trouwens ook nog 3 stuivers van hem voor oud pakpapier en een paar stukjes touw. Maar ik ga eerst de aardappelen schillen, want anders krijgen we nooit te eten. Nou, stil maar, mijn kind. Stil maar. Je weet, zo is je moeder nou eenmaal. Ja, maar dat is het niet. Wat dan? Is die Frits soms geweest? Ja. En? Nou, je zei die niks. Wilde die smeerlap soms ontkennen dat hij... Nee, dat direct niet. Maar het kon niet, zei hij. Wat kon niet? Trouwen of zo. Ik moest aan de reputatie van zijn vader denken. We hadden verstandiger moeten zijn. Zo, en was het alles wat het heerschap kon bedenken? Oh nee, ik moet me vooral maar geen zorgen maken, zei hij. Hij zou wel voor een oplossing zorgen, zei hij. Met geld los je alles op. Zei hij dat? Dat zei hij letterlijk, ja. Oh vader, wat moet ik beginnen? Wat moet ik dan doen? Oh, wat moet ik in vredesnaam beginnen? Blijf kalm, Gonda. Blijf kalm. Ik ben er toch ook nog? Ja, maar u bent er niet alleen. Moeder is er ook nog. Als zij erachter komt. Dan nog niks. Vooruit, ga je moeder maar helpen in de keuken. Goed, vader. Dag, Roelof. Dag, meneer Frits. Ik had u helemaal niet verwacht. Is mijn vader thuis? Nee. Ik zou eigenlijk wel even met jou willen praten. Met mij? Ja. Heb je misschien even gelegenheid? Maar natuurlijk. Loop dan even met mij mee naar buiten. Dan gaan we even rustig bij de vijver zitten. Zoals u wilt. Ik wil namelijk in vertrouwen even met je praten. En als wij buiten zijn, kan niemand ons storen. Natuurlijk. Wat voor vragen wilde Roelof? Hoe gaat het met je verloofde? Met mijn wat? Met je verloofde. Maar meneer Frits, hoe kunt u dit vragen? Ik ben helemaal niet verloofd. Ik heb niet eens kennis aan het meisje. Oh, maar is er dan ook niks tussen jou en Greet uit de keuken hier? Meneer Frits... Ik verzeker u met de hand op mijn hart, daar is geen sprake van. Och, ik zou zeggen, Greet is toch... Greet heeft het hoger in haar hoofd, meneer Frits. Een eenvoudige huisknecht is haar te min. Nou, kom nou, wat verbeeld zo'n keukenmeid zich? Maar afgezien daarvan, ik van mijn kant zou Greet ook niet moeten horen. Laten we hier maar even gaan zitten. Hoe oud ben je nu, Roelof?
Ik word volgende maand 24. Nou, dan wordt het toch zo langzamerhand tijd om eens aan een vrouw te gaan denken, vind je ook niet? Och, dat heeft nog de tijd. Zou je dan geen vrouw willen hebben? Ja, dat natuurlijk wel. Maar in de eerste plaats heb ik nog niemand op het oog. En ten tweede, wat kan ik een vrouw bieden? Ik zou eigenlijk alleen met iemand kunnen trouwen die ook tot het huispersoneel van uw vader hoort. Zou je denken? Ja, en meneer Brudesse ziet mij aankomen als ik met een vrouw zou aankomen zetten die ook op Piepenburg kwam wonen. Oké, maar afgezien daarvan, je zou dus eigenlijk best willen trouwen, hè? Als ik eerlijk ben, ja, graag zelf. Misschien bestaat er dan een mogelijkheid dat ik je zou kunnen helpen. U mij helpen? Ja. We zitten hier recht tegenover het huis van de tweede tuinman. Ja. En dat staat leeg, zoals je weet. Al een paar maanden leeg. Dat wel, maar uw vader is geloof ik al in gesprek met een nieuwe tweede tuinman. Roelof, nu moet je eens goed luisteren. Wat zou jij ervan zeggen als ik er nu eens voor zou zorgen dat jij in dat huisje komt te wonen? Ik? Ja, jij. En wat zou je ervan zeggen als ik dan ook nog voor je vrouw zou zorgen? Oh, je kijkt verschrikt. Maar laat me uitspreken, ik bedoel niet zomaar een vrouw, maar een jonge en bijzonder mooie vrouw. Kortom, een vrouw waar jij zeker mee zou willen trouwen. En die ook graag met jou zou willen trouwen. Meneer Frits, u spot met mij. Dit kan niet anders. Ik spot helemaal niet, Roelof. Ik ben in staat om jou te helpen. Jou zelfs voor de rest van je leven te helpen. Ik zou er bijvoorbeeld ook nog voor kunnen zorgen dat je salaris aan die nieuwe situatie behoorlijk aangepast zou kunnen worden. U stelt mij voor een raadsel, meneer Frits. Ik zou je uit de droom helpen, Roelof. Luister, zoals je weet studeer ik in Utrecht. En wij studenten onderling hebben een sociëteit. Een lokaliteit waar wij samenkomen. Even buiten Utrecht. In deze sociëteit werkt zo nu en dan een meisje, een jonge vrouw. Ze zorgt voor de bediening en zo. En nu is dit meisje enigszins in moeilijkheden gekomen. En nu had ik gedacht, zouden wij samen dat kind niet uit de moeilijkheden kunnen halen? Ik begrijp u niet, meneer Frits. Kom, Roelof. Denk nu eens even goed na. Wat heb ik je nou net voorgesteld? Ik had dus zo gedacht dat wij... Dag, oom. Dag, Hendrik. Kom binnen. Zo, ga zitten. Ik bleef liever staan, oom. Want wat ik te zeggen heb, daar ben ik zo mee klaar. Ik heb met vader gesproken over dat testament. En hij heeft alles toegegeven. Hij was van een grote last bevrijd. Ik ben ook nog naar Utrecht geweest. Naar notaris Van der Made. En ik heb hem volmacht gegeven om alle zaken zo te regelen zoals u dat wenst. Ik ben helemaal verslagen, oom. Maar aan de andere kant ben ik dankbaar dat dit alles nog voor het sterven van vader aan het licht is gekomen. Maar om te beginnen breng ik u alvast de sleutels van huis De Bunt. Dat is van u af uw eigendom. Alsjeblieft. De overige zaken regelen we wel na de begrafenis. De begrafenis? Is je vader... Nog niet. Maar er is geen hoop meer. Maar ik moet nu nodig weg. Dag, oom. Dag, Hendrik. De sleutels van huizen De Bunt. Vreemd. Ik ben er lang niet zo blij mee als ik dacht dat ik ermee zou zijn.